Hallo allemaal, welkom bij deze derde aflevering van HSP TV. Vandaag is een uitzending speciaal voor de hoogsensitieve ondernemer. Vandaag wil ik het namelijk graag gaan hebben over de elevator pitch. En zometeen komt er ook een speciale gast om hier met mij samen over te praten. En dat is Margot Rantong. De vragen die we gaan bespreken vandaag zijn: wat is een elevator pitch? Waarom heb je een elevator pitch nodig? En hoe maak je deze elevator pitch dan? De eerste 15 minuten die zijn zoals gebruikelijk in het Nederlands. And the next 15 minutes will be in English. So hi again also to the English viewers of this HSP episode number 3. Today's episode is especially for the highly sensitive entrepreneur. We are going to discuss the elevator pitch. What is an elevator pitch? Why do you need an elevator pitch? And how do you make an elevator pitch? So if you're an English-speaking viewer, then I will answer all these questions in the second part of this HSP TV. In het Nederlands. Waarom heb je een elevator pitch nodig en wat is een elevator pitch? Nou, een elevator pitch is eigenlijk dat jij in het kort vertelt wat jij doet, voor wie je het doet en waar je ze mee helpt en wat jouw oplossing hun biedt. De voordelen hiervan zijn dat jij iets te vertellen hebt op het moment dat jou gevraagd wordt wie je bent en dat jij helder voor ogen hebt wat jij doet en dat ook op een heldere manier kan overbrengen, zodat andere mensen eigenlijk gelijk begrijpen: hey Marijke, leuk dat je er bent. Zodat andere mensen ook gelijk begrijpen, nou ja, wat jij doet binnen jouw onderneming. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want op het moment dat jij niet goed kunt overbrengen wat het nou is wat jij doet in je bedrijf, dan is het ook heel moeilijk voor mensen om te bepalen of zij wat aan jou zouden hebben of gebruik willen maken van jouw diensten. Ben jij al zover dat je mee wilt doen, Margot? Ik ben zover. Kijk, leuk. Ik kom naast jou op de bank zitten. Speciaal vandaag heb ik Margot Rantong in de Hele uitzending. goede middag iedereen. Ja. Margot is net als ik ook ondernemer, ook hoogsensitieve ondernemer. En samen hadden wij vandaag de bijeenkomst van de Bewust Ondernemende Vrouwengroep. Vandaar ook dat ik hier ben. En nu hebben we besloten om samen deze HSP TV aflevering 3 te doen. Ja. Leuk hè? Dankjewel voor je uitnodiging. Graag Superleuk. gedaan. Ja. En ook zo'n belangrijk thema gewoon, weet je. Je hebt de introductie al gegeven, maar ik merk het bij bewust ondernemende vrouwen. Ik ben pionier voor Arnhem, dus ik leid die groep zeg maar in de maandelijkse bijeenkomsten met Hélène van Ast. En het elevator pitchen is gewoon echt een uitdaging, een lastig ding voor heel veel ondernemers. Terwijl het zo je binnenkomer is. En als je er een beetje vertrouwd bij voelt, gewoon voor je gaat werken. En nou ja, waardevol dat je daar een live aan besteedt gewoon. Ja, hè? Dat vonden Ja. wij samen alle twee. Want wij merkten ook hier in de bijeenkomst eigenlijk dat van de 10 dames die er waren, dat daar zeker 8 van eigenlijk niet goed voorbereid waren op de vraag: wat doe je nou? En dan komt er een heel lang, wollig verhaal met van alles en nog wat, waarin uiteindelijk eigenlijk nog steeds niet duidelijk wordt wat jij nou doet, Wie voor ben wie je ik? dat nou Waar doet. sta ik voor? Wie is mijn ideale klant? En wat is mijn onderscheidend vermogen? Welk Precies. probleem los ik daarmee op voor jou als potentiële klant? En het is heel belangrijk dat een potentiële klant of een niet-klant die voor het eerst met jou kennis maakt, heel sterk herkent in één oogopslag, in een paar woorden uitwisselingen van oké, dus als jij, ik noem maar wat, websites bouwt, nieuwertijds ondernemers, gewoon veel intuïtiever in aanpak bijvoorbeeld, dan is het slim om dat te noemen, want dan herkennen mensen meteen op jouw merites. Precies. Ja. Dus wat is een elevator pitch? Een elevator pitch is eigenlijk dat jij kort, en daarom heet het ook een elevator pitch, het is oorspronkelijk bedacht dat jij in de tijd die ervoor nodig is voor de lift om de verdieping te bereiken van de persoon die op de knop gedrukt heeft in de lift, dat jij in die tijd die de lift erover doet, kan vertellen tegen die persoon wat het is wat jij doet en waarom die persoon met jou in zee moet gaan. Dus vandaar elevator pitch, daar komt de naam vandaan. En het is dus de bedoeling dat je eigenlijk in max 1,5 minuut to the point en duidelijk kan vertellen wie je bent, wat je doet, voor wie je het doet, wat je oplossing is en wat daar de resultaten van zijn. En dus dat is wat een elevator pitch is. En waarom heb je die dan nodig? Waarom je die nodig hebt, is omdat jij natuurlijk gewoon klanten wil.
Ja. Dus jij wil ook die klant goed aan kunnen spreken. En jij wil kunnen vertellen van, dit is de klant waar ik voor werk. Dit is wat ik doe voor die specifieke klant. En dit is de resultaten die je mag verwachten op het moment dat jij met mij gaat werken. Ja. En heel belangrijk dat die klant ook in één oogopslag, in die paar woorden herkent van, oh, en dat is dus waarom ik jou moet hebben en niet een ander. Ik zoek niet verder. Of herkent van, oké, maar jouw aanpak is de mijne niet. Dat resoneert niet met mij. Dan is het slim om verder te kijken. En beide is goed, hè? We moeten niet bang zijn om klanten kwijt te raken daarmee. Of heel veel mensen houden hun elevator pitch vaag, omdat ze dan zoveel mogelijk klanten bereiken. Maar de waarheid is heel vaak, als jij niet heel duidelijk en doelbewust kiest voor jouw klant, geef je jouw potentiële of jouw ideale klant geen enkele reden om heel doelbewust voor jou te kiezen. Dus het is echt, echt heel belangrijk dat je in alles laat voelen, dit is het probleem wat ik oplos voor jou. En dat heeft die vorm en dat doe ik omdat en dat is wat je ermee bereikt. Want dan snapt die klant ook waarom die voor jou kiest en niet voor een ander. Precies. Dus onderscheidend vermogen, hoe freaking anders en eng het ook is wat jij doet, wat jij te leveren hebt, te bieden hebt. Dat onderscheidend vermogen, dat gaat je echt extreem veel brengen. Zodra jij daarvoor durft te kiezen. Zodra Precies. je daar ook echt voor durft te gaan. Vol neerzetten. Wees niet bang. Je kan nou eenmaal niet alles doen voor iedereen. Nee. Dat kan gewoon niet. En ook al hebben wij de behoefte om iedereen te willen helpen met alles waar ze tegenaan lopen. Dat ja, is natuurlijk ASP-dingetje. ASP, ja, precies. Dat krijg je dan. Eerste klas. Dat kan in de praktijk niet. En op het moment dat jij wil dat mensen naar jou toe komen, dan zul je ze ook aan moeten spreken op de soort mens die jij het liefst helpt, die het beste bij jou past, waar jij de optimaalste tools voor hebt om ze te kunnen helpen. Ja. En dat is waarom je dus een elevator pitch nodig hebt. Ja. Ja. En de volgende stap is dan, hoe maak je een elevator pitch? Wat is een goede elevator pitch? Nou, de onderdelen die erin zitten, het format wat het meest gebruikt wordt voor een elevator pitch, is eigenlijk ik help en dan je doelgroep. In mijn geval is dat hoogsensitieve ondernemers. In jouw geval is dat ook hoogsensitieve ondernemers. Ja. Dus wij helpen hoogsensitieve ondernemers. En in mijn geval wordt het dan om hun gevoeligheid in te zetten als hun kracht. Dus wie help je met wat? En wat is daar dan het resultaat van? Dat je betere resultaten bereikt met minder moeite, meer plezier en meer energie. Dat is mijn elevator pitch. Uh-huh. En dus het formaat is, ik help mijn doelgroep met dit probleem, zodat, en dat is dan de resultaten van jouw oplossing met hun probleem. Mag ik de kijkers een uitdaging, een uitnodiging meegeven? Dat lijkt me super gaaf. Als jij nu zit te kijken, heb jij al een elevator pitch? En als dat zo is, zou je hem gewoon hieronder in de comments willen delen. Hele het biedt goeie. Jou de kans om jezelf zichtbaar te maken, om even je podium te pakken. Hoe waardevol is dat? Gratis Zeker. Kans. En het biedt je de kans om je elevator pitch te verfijnen. Dat kan op een hele laagdrempelige manier hier. Hè, dan kijken we met jullie mee. Ja. Ook wanneer je dit in de replay bekijkt. Denk na over je elevator pitch. Laat het anders een oefening zijn. Een oefenschool voor het komende zomerseizoen. Dat je jezelf leert elevator pitchen. Misschien gaan wij daar ook nog een evenement omheen organiseren. Het is te prematuur om daar nu al van alles over te zeggen. Precies. Maar het kan zijn dat we daar van de zomer nog een mooi evenement om organiseren om jou te helpen met die elevator pitch. Maar ik daag je uit. Deel hem nu alvast onder in de comments. Als je in de replay kijkt, doe het dan later. En laat weten wat jouw elevator pitch is. En zie het dus niet als iets waar je op afgebrand kan worden, maar juist iets waarin je kan groeien, waarin je jezelf kan profileren en waarin je jezelf nog krachtiger zichtbaar kunt maken. Dus ja. Voel je uitgenodigd, uitgedaagd in de comments. Daaronder. En geef dan ook aan of je er feedback op zou willen van ons. Ja. Of je wil dat wij feedback geven over hoe die er nu uitziet en of je geholpen wil worden om hem eventueel scherper te maken. Of misschien heb je helemaal geen idee en wil je überhaupt hulp bij het maken van je elevator pitch. Hè? Zet dat dan in de opmerkingen, laat dat dan weten. Want wij willen jou heel graag helpen om een goede elevator pitch neer te zetten. Want op het moment dat jij die van tevoren ook al goed hebt uitgedacht, dus goed weet
wat jouw elevator pitch is, dan ga je ook beter beslagen naar netwerkuitjes bijvoorbeeld. Maar zelfs al zit je op een verjaardag met familie of vrienden en iemand vraagt aan jou, hey, ik hoor dat jij ondernemer bent, maar wat doe je nou eigenlijk? Dat je dan niet meteen begint te slikken en bang wordt en kijkt van, goh, hoe kan ik onder deze vraag uitkomen? Maar dat je denkt, kom maar, daar kan ik wel wat mee. Precies. En hoe beter jij van tevoren weet dus wat het is wat je doet, voor wie je het doet en wat je oplossing is en wat daar de resultaten van zijn, hoe makkelijker het ook wordt om dat kort en bondig te zeggen. Want wat ik vandaag ook merkte, ik denk dat het jou ook opgevallen is, dan gaan mensen in een heel lang verhaal over, ik ben dit is mijn beroepstitel en ik gebruik deze methode en ik gebruik die methode en ik gebruik die methode. En dan komt er nog een wollig verhaal over wat ze daar dan precies mee doen. En ondertussen haak je eigenlijk gewoon af, hoe interessant het ook is wat iemand doet, maar als jij het niet duidelijk en kort en bondig kan vertellen, dan haken mensen gewoon af. Ja. Dus dat is waarom het zo belangrijk is om een goede elevator pitch te maken en te hebben. Dus nogmaals, wij dagen jullie alle twee uit. Zet jouw elevator pitch hieronder, onder dit bericht. Ook als je het in de replay kijkt. En geef vooral ook aan of je daar feedback op wil. Of dat je überhaupt hulp graag zou willen met het maken van je elevator pitch. En hou ook zeker ons in de gaten, want wij hadden inderdaad net ook al gebrainstormd om misschien deze zomer iets te doen in de vorm van een workshop op het gebied van elevator pitchen, omdat het zo belangrijk is. Ja, essentieel. En als je nou zegt van, nou, ik heb die elevator pitch nog niet compleet, maar er zijn bepaalde struikelblokken die ik daarin tegenkom, deel je struikelblok. Want door dat bloot te leggen, door daar een helder zicht op te krijgen, verfijn je dus ook wat je nodig hebt. Dan wordt het ineens makkelijker om alsnog die elevator pitch uit je mouw te schudden. Precies. Dus als je zegt van, nou, er zijn specifieke kenmerken aan die elevator pitch, die vind ik gewoon lastig. Mm-hmm. Laat ons dan alsjeblieft in de comments weten wat je daar precies lastig aan vindt. En er komt een reactie binnen. Ja, hi Kathleen. Wat leuk dat je er bent. En alle anderen. Precies. Kathleen vraagt, moet je regelmatig teksten schrijven voor je bedrijf? Wil je jezelf zichtbaar maken via bericht op social media, je nieuwsbrief, je website? Weet je wel dat het allemaal nodig is, maar kost het je te veel tijd en vind je het moeilijk om te weten waarover je dan kan schrijven? Laat mij je helpen, ik ben Kathleen van Landschoot. Ik ben expert in teksten die geld opleveren. En ik leer je. De rest is weggevallen, Kathleen. Oh. Maar Kathleen is inderdaad supergoed in het schrijven van teksten. Is ook supergoed in het scherp krijgen en helder krijgen van je teksten. En ik vind Kathleen gewoon een zo'n tof wijf. Gewoon, die je bent een tof wijf, Kathleen. Die kun je in je zak steken, Kathleen, bij deze. Dus inderdaad, als jij echt professionele hulp zoekt op het gebied van de teksten op je website, of je brochures, of het overdragen van je boodschap, Kathleen is een super mens om daarmee in contact te komen. Dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel voor het delen, Kathleen. Je bijt hiermee de spits af. En daar is kennelijk toch altijd wat lef voor nodig om dat al publiek te doen. Dus complimenten, dankjewel dat je hem hebt afgetrapt. En aan alle andere kijkers, nu of in de replay, laat dit een uitnodiging voor je zijn. Deel je elevator pitch, pak het podium, word zichtbaar en ga daar lekker mee oefenen. Dat in hem verfijnen, in hem nog krachtiger maken, dat gaat je heel veel brengen, beloofd. Kathleen zegt nou dat ze zitten blozen achter het scherm, dankjewel. Heel graag gedaan, Kathleen, maar lof moet daar terechtkomen waar lof verdiend wordt. Zeker. En je bent gewoon een tof wijf. En je bent down to earth. En je zet gewoon goede teksten neer. Dus super gedaan, Kathleen. Tada. Dankjewel. Ja, geweldig. Ik denk dat het nu een beetje tijd wordt om over te schakelen naar het Engelse stuk. Prima. Ja, dat is een goed plan? Ja. En want ik zie dat er geen nieuwe mensen bijgekomen zijn. Ik krijg ook geen nieuwe vragen op dit moment. So I think it's time to go to the English part of this HSP Live TV episode number 3. And also for the English viewers, today our topic is the elevator pitch. Because it is so very important to have a good elevator pitch. Mm-hmm. This morning, Margot Rantong, who is joining me in this HSP TV episode today, we had a meeting with the Consciously Entrepreneurial Women's Group of Arnhem.
And the theme was also elevator pitching. Yeah. And what we found that was of the 10 women that were here today, at least 8 of them didn't know how to pitch. When you ask them, what is it that you are doing? They start a sentence or a whole conversation about the job title that they have, the methods that they use, and a lot of other stuff related to that. But at the end, I still didn't have a clear picture of what it is that they are doing, and especially for whom, what the solution is, and what the benefits were from the solution. And that is exactly what an elevator pitch is. An elevator pitch is, the term comes from actually riding an elevator. It's also funny to tell. It was initially started that when you get into an elevator with a stranger, and the stranger presses a button for a certain floor, that in the time it takes the elevator to reach that floor, that you are able to the point, tell the other what it is that you're doing, for whom you are doing it, what your solution is, and what the benefits are for your solution. And that is why it's called an elevator pitch. So that's also the answer to what is an elevator pitch. An elevator pitch is that you, in maximum of 1.5 minutes, I think, you tell somebody what it is that you're doing, for whom you are doing it, what your solution is, what you are helping them with, and what the benefits are of your solution. And why do you need one? Well, I think when you are an entrepreneur like us, you want clients, right? But you also want clients that are good to you, that are your ideal clients, somebody you can really help. And in order to attract those clients, you need to be really clear in what it is that you're doing, for whom you are doing it, what your solution is, and especially what the benefits are of your solution. So that is why you need an elevator pitch. Mm-hmm. It's not only for face-to-face meetings, like network meetings, or when you're in a party with family and friends and somebody asks you, what is it that you're doing? Then you can also use the elevator pitch. But you also use it in your media communications, on your website. On your website, social media. Yes, exactly. You need to tell people who you are, what you're doing, for whom you're doing it, and why they should choose your solution in order to attract people. And if you do that very pinpointed by your elevator pitch, people will immediately understand whether or not you are the ideal solution for that problem. Because that's, if we like it or not to describe it that way, people for choose you or me or Barbara or another entrepreneur because we are fine-tuning on solving their specific problems. So it's very important to think in their problems and understand why it's a problem to them, because it makes it easier for you to pitch, to let them know and understand, okay, these words are needed for my ideal clients to understand that I am the absolute solution for their problem. Exactly. So you need an elevator pitch. But how do you make one? Well, that's also an excellent question. There is a certain format for an elevator pitch. And the format is like this. I help, and then the people you help, with your solution, so that the benefits of your solution. So if I take myself, my own clients, I help highly sensitive entrepreneurs to use their sensitivity as their business superpower, so that they have better business results with less effort, more fun, and more energy. So if you translate that to the format, I help highly sensitive entrepreneurs, are my target audience, my ideal clients, with, in my case, using their sensitivity as their business superpower. That's the why, the what. And the benefits of my solution are that you get better business results with less effort, more fun, and more energy. So that's the standard format for an elevator pitch. And today we would like to ask you, if you are watching live or if you are watching this replay, to below here in the comment section, share underneath your elevator pitch.
please let us know. In the first place, take your audience, take your stage, your Yes. visibility, but fine-tune your elevator pitch. Start training with it if it's not a familiar thing to you, and train it as much as possible so you won't feel uncomfortable when you go to a network meeting or anywhere else. When Where somebody it's, asks you, yeah, what do you do? Just that question, what do you do? It generates a lot of stress for a lot of people because they don't have clear how they can, in short, tell what it is that they do. Uh-uh. So they start to think while they're talking and it becomes a whole long story that's really hard to follow. Oh, yeah. Yeah. But if you prepare your elevator pitch, then every time somebody asks you in whichever setting you are, uh-huh. what it is that you do, you have an answer. Yeah. And in our Dutch... A powerful answer. A powerful answer. A very directed answer. Yes. Uh-huh. And in our Dutch section, Kathleen van Landschoot already shared her elevator pitch. And she said, do you often have to write texts for your company? Do you want to make yourself visible on social media, your news brief or your website, your newsletter, I'm sorry, your newsletter or your website? Do you know what is needed for everything, but does it cost a lot of time? And do you find it hard to decide where you want to write about? Let me help you. I am Kathleen van Landschoot. I am an expert in texts that generate money. And I will teach you as a writing coach how you can attractively write texts so that customers will come to you spontaneously and that you will get more revenue out of your company or your practice. Kathleen was the first to share her elevator pitch. Kathleen is an awesome lady who is really, really approachable and really good in her texts. So awesome, Kathleen. Thank you so much for your sharing. You were the first one to share, and I think that deserves an applause. Absolutely. And to the English-speaking community, feel uitgenodigd, hoe zeg je dat? Oh, wat erg. Invited. Invited to share your elevator pitch underneath. Yes. Take your stage, let us know, and in case you are hearing this and the first thing that you might think is, oh my, I don't have an elevator pitch, I have no idea, it's really a bottleneck to me, share in the comments what it is that your bottleneck is about, so we can yes. help you what are break you stuck through on and make your own powerful pitch. Exactly. And also, when you share your pitch, let us know if you want feedback on your pitch or if you have trouble with your pitch and you don't know how to start and you want us to help you. Also, let us know, because it is so very important to have a good elevator pitch. Uh-huh. So take this chance and write your elevator pitch or ask for help in writing your elevator pitch. Mm-hmm. We strongly request you to make that effort. Do so. So share, if you're watching live or if you're watching the replay, share your elevator pitch or your struggles with creating one and let us help you. So you can get the absolute best out of yourself, because that's what this is all about, to have you, to make you shine as an entrepreneur and make it happen what it is that your mission is. Exactly. Because as a sensitive entrepreneur, I believe, and Margot also believes, mm-hmm. we all have a mission here. Yeah. All sensitive people have a mission, and as a sensitive entrepreneur, you definitely have a mission. Mm-hmm. And inside, you feel that mission. But if you are not able to voice that mission in a way that other people think, yes, I want that, yes, I need that, then you are struggling as an entrepreneur and mm-hmm. you cannot live your mission, and that would be a shame, a waste. Mm-hmm. So please make sure that you are able to voice what it is that you're doing in a way that other people also understand what you're doing, and write your elevator pitch. Share it with us so that everybody who watches this episode, either now live or in the replay, also gets to know you
and your company and what it is that you're doing. I think that's a powerful exercise for this next summer. Yes. If the elevator pitch is not something that you easily shake out of your sleeves, then please take this serious. Use this summer, the summer period to refine your elevator pitch, to make it more powerful, to make you feel as if you are in the center of your own power, because the elevator pitch, it's not a trick. It's not something gamish that you No. are trying to put central in any connection. No, it's really the way in which you can make yourself shine, because other people Yes. understand in three or four words, this is who you are, that's what you stand for, those are your ideal clients, and those are the problems that are will be solved, and those are the this is the impact of all the action that you're taking. So it's so valuable. Yes. Take it seriously. And you will write it from the heart, because as a sensitive entrepreneur, as a highly sensitive entrepreneur, you want to help people. Yeah. That is your biggest wish. So in order to help people, be clear on which people you help, with which problem, what your solution is, and what the benefits are of your solution. Yeah. Thank you all for watching. Thank I you. Hope you enjoyed this third episode of HSP TV, and I hope that it was again valuable to you. You can always send me questions for the next episode. You can email them to me at info@tobeinbalance.com, or you can post them underneath this episode or under the posts I make on the social media with your questions, or better yet, you can come and ask them in a live broadcast. Thank you for your time. Thank you for watching. And I hope to see you all again next Thursday, 12:15, on my personal Facebook page during a live broadcast of episode 4. Bye. Ciao, ciao. Enjoy summer. Yes, enjoy summer. Bye-bye.